Goedemiddag iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ga boodschappen doen. Dat is mijn outfit. Omdat ik koude enkels heb, heb ik nu hoge sokken aangedaan. Joggingsbroek, joggings, sweater, hoodie. Ja, totally toe. Jogging is H&M, denk ik. En dit is nieuw look, denk ik, ooit. Schoenen zijn totally toe. Sokken zijn Victoria's Secret Pink. En handtas totally toe. Mijn zak van oké. Okay. Maar we gaan naar de Carrefour rond de zondag. En alleen de Carrefour is open. Over een half uur moet ik gaan eten bij mijn ouders. Dus snel een paar dingen kopen voor straks en morgen. Want ik heb geen ontbijt meer. En ik heb deze morgen echt letterlijk aardappelen, spekjes en courgette gemaakt om te eten als ontbijt. Gelukkig eet ik graag hartig, maar toch liever iets van cornflakes of zo. Got the goods van de Carrefour. Red Bull. Oh, ik heb echt 2 dagen geen Red Bull gedronken. En ik heb nu echt barstende koppijn. Maar echt, ik heb al een Daffelgan genomen, maar dat werkt niet. En ik weet, het enige wat nu gaat werken tegen die koppijn is Red Bull. Dat is echt erg eigenlijk, hè. Want dat is gewoon omdat ik 2 dagen geen cafeïne heb gehad waarschijnlijk. En dan krijg ik koppijn omdat ik moet afkijken. Dus ja, zo is mijn koppijn weg. Ik ben ondertussen terug thuis. En ik zal jullie snel laten zien wat ik in de winkel heb gekocht. Havermout. Ik ga dat ineens in de kast zetten. Lactosevrije brie voor deze avond. Surimi salade voor deze avond. Zo'n bloembroodje. Voor deze avond. Dan heb ik krakottes gekocht, omdat ik heb gewoon vaak geen ontbijt meer. Dus dan heb ik tenminste iets in huis. Ik ga hier dan een beetje plaats proberen maken. Kan ik dat hierin zetten. Dan heb ik deze, hoe noemt dat? Tarwevlakken. Ja, zo van die chocos. Van Kellogg's, maar dan niet van Kellogg's, maar van welk merk is dat zelfs eigenlijk? Staat er niet op. Maar geen merk. Een Cola Zero. Een Red Bull voor morgen of in de week. Salamiekes. Zo'n die mini voor straks bij mijn brood. En 2 kombucha's. De originele. Van Captain Kombucha en met ginger en lemon. Dus één ga ik straks ook drinken. Dat is alles wat ik heb meegebracht. Ik moest gewoon vooral eigenlijk ontbijt hebben. En dan een paar dingen voor deze avond als ik iets wil eten. Allee, sowieso wil ik iets eten, maar ik bedoel als ik thuis ben en hier iets eet of ik weet nog niet. Dus heel snel nog iets doen voor Totally Too. Ja, Milky? Wou je ook iets doen? Kom. Kom. Kom hier. Trouwens, heel fijn nieuws. Maar jullie gaan deze vlog denk ik woensdag zien, als ik goed zit. En bij mij is het zondag vandaag. En donderdag komt mijn nieuwe zetel. Woehoe! Ik heb een nieuwe zetel van mijn meubels besteld. Zelfde winkel van waar mijn bed is. Ik was zo tevreden over mijn bed. Ik heb mijn bed nu van
denk ergens midden augustus. En ik ben zo tevreden over de kwaliteit. Mijn bed kostte €780. En dat is een full-on mooie boxspring. Perfect, super goede matras. Ik heb nog nooit zo'n leuk bed gehad in mijn leven. Dus ik dacht, prijskwaliteit, meubels, zo goed. En dan heb ik ook een zetel besteld. De Candy Sofa. En die komt donderdag, dus ik ben kei benieuwd. Oké, klaar met werk wat ik nog moest doen. En nu is het tijd voor kuisdag. Yep, zondag is kuisdag. En dat betekent dat we die afwas daar gaan doen. Dingen zoals dit leegmaken. Zit propvol. Vuilzakken leegmaken, dan stofzuigen en met nat poetsen. En gewoon stofvegen overal en ja, kuisen hè. Dus ja, let's do this. Hey Google, speel today's hits op Spotify. Prima, hier is een Spotify playlist met de naam The Dice Top Hits.
snel gekuist. Ik heb niet met nat gekuist. Wel met een natte doek op bepaalde plaatsen overgegaan. Omdat Muffin heel vaak niest en dan komen er bruine vlekjes op de grond of op de muur. Dus dat doe ik sowieso een paar keer in de week met een doekje of met een natte doek. Met nat heb ik nog niet gedaan. Alleen niet volledig zo. Omdat donderdag mijn zetel komt. En ik denk dat ik de opstelling van mijn living dan een beetje ga moeten veranderen. Gaat ervan afhangen hoe de zetel er gaat tussen passen. Normaal past die perfect zoals nu mijn opstelling staat. Maar misschien wil ik veranderen. Ook omdat de kerstboom binnen 2 weken komt te staan. Dus dat weet ik nog niet. Maar alleszins, aangezien ik dan toch die zetels en zo moet veranderen. Oké, mijn batterij viel uit. Maar dus omdat ik de zetels dan ga moeten veranderen, ga ik dan met nat kuisen. Want dan kan ik ook de groei onder de zetel en zo kuisen. Dus that's the plan. Ik heb ook de katjes helemaal verzorgd. Allee, nageltjes geknipt, een beetje gekamd. Mijn oogjes zuiver gemaakt. Maar nageltjes knippen doe ik 1 keer in de maand. Oogjes zuiver maken doe ik bijna dagelijks. Soms om de dag, hangt er vanaf. Zeker Milky heeft dat nodig. En Milky kam ik ook wel vaak. 'S Avonds in de zetel, dan kam ik die. Dus het was gewoon even het baardje, want daar lijkt die veel aan. Maar voor de rest, ja, heb ik die niet zoveel werk nodig. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Ik moet zo dadelijk nog weg. Dus ik ga me misschien best even omkleden. Mijn joggingbroek toch alleszins uitdoen. En mij een beetje fatsoeneren. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Muah.